Hallo mensen, jawel. Ik ben nu even nog de afwas bezig. Hier staat I Love the 90s op. Ik heb voor Open Thuis al nog gewerkt. De vlog zit er ook onder. Er zijn nog wat vacatures online op Discord. Dus ga zeker eens op Discord kijken. Ik ga nu hier dit lekker afwassen. Mijn afwaswater staat al klaar. Die staat al redelijk lang al klaar, moet ik al eerlijk zeggen. Ik heb me nog even bezig gehouden op mijn computer. Ik heb ook wat opgeruimd. Maar er moet nog een en ander nog wat opgeruimd worden. Zodat ik mijn jas even weghangen. Kleine moeite, Dimi. Ik weet het, Dimitri. Dan heb ik hier nog eens kijken. Oh, die heerlijke chocomelk. Die ga ik ook al lekker koel zetten. Dan heb ik straks of morgen vroeg lekkere verse chocomelk. Ja, vers. Vers kun je dat niet echt noemen, hè. Oh, dat is gewoon mijn televisie. Ik hoorde in één keer iets. Hier staat snoep. En hier ligt ook nog wel wat snoep. Ah. Een snoepzakje met nog met twee snoepjes in. Mm-hmm. Ik bedoel drie. En dan wil ik straks met deze kratten die boeleke daar ook eens uitmesten. Wat weggegooid mag worden, gaat opnieuw weggegooid worden. Wat niet weggegooid mag worden, ja, dat behoud ik natuurlijk. Voor deze. En ja, de buizenvlag hangt er nog altijd. Toppie. Omdat ze heel goed hebben gespeeld tegen IJsland, vind ik toch. Ik ga jullie nu laten. Ik heb nu zeker nog de afwas doen, want het is al 13 na 12. Ik weet niet rond hoe laat dat mijn schat gaat sms'en voor haar te komen halen. Naar haar mama te brengen, want dat moet ook nog gebeuren bij deze. Ik zie jullie allemaal straks. Soms had ik mijn camera aan. En waarom? Ik had juist een hele mooie auto gespot en dat wou ik ook aan jullie vertonen. Maar mijn camera werkte niet mee. Ja, ik ben Bea gaan halen. Dat is al de eerste fase waar daar wat op landing stond. Bea naar haar mama gebracht. Ik ben nu terug naar mijn thuis aan het rijden. Waarom? Omdat ik s'avonds gesprek heb met Open Thuis om 2:30. Dus, en dan moet nog een en ander nog gebeuren thuis. Dus, hupsadrie. Want ik moet mijn vlog nog uploaden. Niet vergeten. Wat ga ik dan nog gauw doen? Ja. Kleine dingetjes nog gauw nog in orde maken voordat zij er is. Mijn auto nog gauw uitpluizen. Dat staat ook nog op programma. Jawel, daar zit veel rommel in. Want ik ben de laatste dagen weer al veel in mijn wagen geweest. En ja, als je veel in de wagen zit, komt er ook veel rommel bij de pas kijken. Ook veel, maar ook echt heel veel afwas. Jawel, en ik heb mijn zusje laten staan en ze heeft dat niet gezien. Ik vind dat erg. Ik vind dat heel erg. Misschien dat ze het s'avonds ziet. Als ik naar mijn moeke ga. Hopelijk zie ze het dan.
Ja, ik kijk heel goed rond, omhoog, want dat was weer zo'n oude dame, dus... Maar die zag er nog goed uit. En dan zit daar een in de velden te lopen. What the fuck? Ja. En hier zijn ze gedaan met werken. Want hier stonden ze... Hazard reported ahead. Reminds me of Gotham City. Ja, iemand heeft dat dus gereport. Allee. Ik zie jullie allemaal straks terug. Ik zal zeggen, ik geniet maar van een wereld van een thuislijke hoe ik mijn auto uitpluis. You. En daar is mijn schuinzonnebuurvrouw. Een hele top. Ik hoop dat jullie van de timeslap hebben genoten. Ik heb heel mijn boelekje dus leeggehaald. Kijk eens hier wat hier staat. Dat is haarmateriaal. Dus als ze blijft komen overnachten. En dan die rommels. Dus heel de zak zit vol. Dat wordt dus nog sorteren van mijn appartement. Plastiek bij plastiek. Dus plekjes bij plekjes. Papier bij papier. Zwart bij zwart. Hallo. Ik zal er maar weer alles aan beginnen. Mensen, het gesprek is weer al achter de rug bij Open Thuis. Wij hebben het even over gehad over mijn budget. In de toekomst gaat het budget redelijk of vooruit gaan normaal gezien. Oh, ik ben jullie even neer aan het zetten. En dat komt ook eigenlijk te goede voor Psycho TV. Zij gaan mij dan... ja, jullie gaan nu echt... een gat in de lucht springen. Wat ik nu ga zeggen. Wij gaan. Dus ik en zij. Gaan echt proberen. Om een spaarplan uit te dokteren. Voor Psycho TV. Zodat ik daar ook wat budget aan in kan steken. Bijvoorbeeld een nieuwe computer. Een nieuwe camera's. Noem maar op. Dat het alleen maar vooruit kan gaan. En daar wil ze echt mij mee helpen. Bij deze. Vanaf november gaat alles in werking. Dus ga ik proberen 150 euro per maand aan de kant te zetten. Voor de eerste instantie voor een nieuwe PC. Dan ga ik nog proberen een sponsor zien te vinden die de helft wil sponsoren aan Psycho TV. Ik betaal de helft en hij betaalt dan de helft. Dat moeten we nog allemaal gaan bezien. Want op Lion Gaming Solutions, damn you, heb je toch wel een hele mooie PC-kast gezien. Lion Gaming. Gaming Solutions. Daar heb ik dus een mooie PC-kast zien staan. Van de waarde van. Even kijken. 1899 euro. Een Core 5 Storm Game PC. Wat zit daar dan in?
Een Intel Core Desktop Processor Intel i5-10600K. Een NVIDIA grafische kaart RTX 2060 Super 8G. Werkgeheugen 2x8 GB 3200 MHz RGB. Moederbord Z490 Gaming. Opslag M2 SSD 500 GB. Extra opslag harde disk 2 TB. Processing cooling Corsair IQH100i RGB Pro XT. Besturingssysteem MS Windows 10 Home NL 16B. Behuizing Sharkroon Elite Shark CA200M. Extra's RGB ventilatoren, C-paneel uit gehard glas. Afmetingen dwars, W en hoogten. 506 x 240 x 517. Is daar ook een foto bij? Ja. Jullie proberen de foto laten te zien. Via mijn gsm. Eigenlijk is dat niet... Wat een pc-kast. Oho. Ziet dat eens aan. Zo'n pc-kast wil ik wel in de markt krijgen. Ziet dat eens aan. Een hele schone. Van Line Gaming Solutions. Hij verkoopt wel redelijk veel hoor. Kijk maar. Ik zit nu op zijn website. We gaan dus naar de home. Een custom built gaming system, gaming start here. Dus hij steekt een hele graag pc-kassen in elkaar. Hier weer een hele mooie Line Delta gaming pc en Oma gaming pc. Daar gaan we dus even dus op klikken. Ziet dat eens aan, wat een mooie pc-kast. Oh, dat is dezelfde als ik. Heb dan, maar wacht hè, we gaan dan even naar die andere toe. Voilà. Dat is toch ook wel eigenlijk wel een hele mooie, vind ik. Zie je eens. Echt heel mooi. Zeker een aanrader om eens naar linegamingsolutions.be te surfen, want hij heeft echt heel mooie. Jawel. Een website moet ik ook eerlijk toegeven. Ziet dat eens aan, hier al die pc's. Oeh, daar zit er bij ook wel een heel mooie. Holy shit! Wat heb je daar dan allemaal bij? Eens even kijken. Het is wel echt iets heel moois. Wel een hele grote pc-kast. Damn. Holy shit. Die past hier nog niet eens onder mijn bureau. Holy shit. Dat is wel schoon. Ja. Wat zit daar eigenlijk allemaal in? Dat ga ik ook eens even voorlezen. Ofwel, hier zijn de specificaties. Voilà. Bij deze hebben jullie de specificaties gezien. En kostprijs een mooie €2.599. Werk samen met Intel en Ryzen. En hier staat zelfs nog een filmpje. Wow, cool. Dat is wel cool gemaakt. Heel cool. Dus surf maar zeker eens af naar, Line Gaming Solutions. Vergeet ook zeker mijn andere partners niet. Ik ga ze dus eigenlijk eens allemaal zoeken, ze mijn vlog eens opnoemen, mijn partners. Verano Ace Bar. Jurgen's Christmas House. Jurgen Decoration. Gemeente Alken. Steam. Alex Matthijske, Fatlang Gaming Events, Game Gear, Elio Chocolates, Pixelan, Hakkenveld Feest, Needless & Pins, en niet te vergeten, Ruby.
Ja, en dan nog iets. Ik kreeg voorlopig, wat jullie misschien ook al hebben gezien, slechte commentaars op mijn YouTube-filmpjes. Maar ga er alsjeblieft niet op in, omwille van het zijn nog mensen die op mijn oude Discord-server zaten. En waar ik echt, ik werd gewoon ziek van. Daarna ben ik overgeschakeld naar een nieuwe Discord-server om mij veel beter te laten voelen. Ook om vlogs naar een hoger niveau te tillen. Dat zit er ook allemaal aan te komen. Jij hebt het ook gehoord. Ik heb nu ook bij Astrid afgesproken van Open Thuis dat we een spaarplan gaan inlassen en dan een mooie uitgave kunnen doen voor Psycho TV. Zodat ik een nieuwe PC-kast, dat de beelden wat mooier worden, de beelden ook rapper nog tot bij jullie kunnen komen. De volgende spaarplan gaat dan zijn een nieuwe camera, een nieuwe vlogcamera. Maar dat kan allemaal nu heel snel gaan omhoog, van ik verjaar ook binnenkort mijn belastingsgeld. Ik ga daar ook mijn belastingsgeld wat insteken. Dan heb ik ook nog kerstmis. Dus ik krijg misschien ook weer wat een zakgeldje. Daar zet ik dan allemaal wel aan de kant. En dan ga ik echt een hele mooie PC kopen. Echt waar. Bij deze, ik ga nu mijn vlog nog uploaden. Dat moet ook nog gebeuren. Of anders is er zelfs weer geen vlog online om 7 uur. En via Discord heb ik ook is gelanceerd. Gelanceerd, ja, vacatures. Ik ga eens even kijken hoe het staat met de vacatures. Ja. Dus, daar zijn dus vacatures. Dus ik heb dus vacatures openstaan. Luister goed. Iemand die ontwerpen kan maken voor Psycho TV voor later dan te kunnen verkopen in een webshop. Dat is al één. Een nieuwsschrijver voor de website. Liefst iemand die goed Nederlands kan. Want ik wil niet richting het Engelse gedeelte gaan. Ik wil puur echt op het Nederlandse publiek. Dus zowel Nederlanders als Belgische publiek dus bereiken bij deze. Een vrijwilliger boekhouder voor inkomsten en uitgaven te kunnen berekenen. Dat is voor mijn webshop. Later, als er dus genoeg inkomsten zijn, kunt je daar ook voor jou een maandloon. Als er een maandloon eruit kunt gehaald worden, dan gaan we dat ook doen en gaan we dat ook effectief een goede bedrijf daarvan maken. Iemand die goed thuis is in de mediawereld voor Cycle TV te gaan te promoten. Dus ik ga even voor het ontwerp, ga ik nog eens even vertellen. Hier zoek ik iemand die goed is met het ontwerpen van mijn logo. Sorry, jullie vlogen uit mijn houderke en hoe dat komt, dat weet ik niet. Oké. En nu staan jullie schuin, recht zetten, voilà. Dus hier is het dus voor ontwerper. Hier zoek ik iemand die goed is met ontwerpen van mijn logo. Dit kan uitgeweid worden op t-shirts, broeken, petten, mondmaskers, wandklokken enzovoort. Om dit dan later via mijn webshop te kunnen verkopen. Natuurlijk is dit momenteel op vrijwillige basis. Als alles goed aan het verlopen is en het verkoopt goed, kan ik kijken voor later een maandloon aan te koppelen.
Dus jij bent iemand die Zago TV naar een next level wil tillen? Aarzel dan niet en contacteer mij via hier een PM te sturen of een mail naar info@zagotv.be. Eigenschappen? Eigen PC hebben is een must. Eigen PC-programma's waarmee je kan ontwerpen. En bezit zijn van een rijbewijs B. Waarom? Als je ook eens even naar de stokruimte eens moet rijden of zo, of als hier eens een crewvergadering eens terechtkomt, dat je ook aanwezig kan zijn bij deze. Maar dan word je dan ook wel weer vergoed op je kilometervergoeding. Schrijver. Wil je Psycho TV website ook naar een next level brengen met regelmatig nieuwsberichten over LAN-parties, gaming events, gaming news, muzieknieuws of medianieuws? Ben jij een van deze media thuis en kan je er leuke nieuwspostjes schrijven? Meld je dan aan bij Psycho TV. Dus op weer op mijn Discord server, dus PM mij gewoon en ik zal u dan wel paraat staan. Eigenschappen. Een eigen PC hebben om naar mijn website te surfen en reviews te schrijven. Goed Nederlandse taal onder de knie hebben, wat ik zelf ook niet heb, dat geef ik wel eerlijk toe. Ik heb dyslexie. Dus sorry mensen, ik wil jullie niet uitsluiten, maar ik wil gewoon een deftige website hebben bij deze. Maar jullie zijn ook topmensen, echt waar. Ik heb dyslexie. Ik probeer allerlei goede dingen te doen nu in mijn leven en er ook goed voor gaan. Oké. Elke week minstens 2 postjes te maken op mijn website. Momenteel ook nog op vrijwillige basis, maar als daar ook geld mee uit te kloppen valt, ja, kun je daar ook wel een eigen maandloon mee verdienen. En voor LAN-parties en gaming-events is Rijbewijs B wel een must. Als je daar ook een review wilt gaan voor overschrijven. Kom dan zo terecht in een zeer leuke Psycho TV-team. Boekhouder. Wij zoeken een boekhouder die de inkomsten en uitgaven kan bijhouden voor Psycho TV. Dit is nog op vrijwillige basis. Als er genoeg inkomsten zijn en er kunnen maandlonen van gemaakt worden, dan kan het later op een betalende basis zijn. De boekhouding wordt wel bij mij thuis bijgehouden. Dus als je het kan, regio Alken woonachtig voor te kunnen verplaatsen naar mijn thuis toe. Eigenschappen: goede kennis van boekhouding. Help Cycle TV naar een succesbedrijf. Rijbewijs B voor je kunnen verplaatsen naar mijn thuis toe, maar als je dicht bij mij woont, kan je ook met de fiets of zo komen. Wil je hier aan meewerken? Aarzel dan niet om mij te contacteren. info@cyclotv.be. Dan hebben we nog 1 vacature openstaan, dat is van de media. Zie jij het zitten om Cycle TV te promoten op verschillende manieren? Dan is deze vacature wel iets voor jou. Heb jij goede kennis van media, zoals Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Tumblr? Meld je dan zo snel mogelijk aan bij mij. Je moet wel ook een goede kennis hebben van Nederlands. Ook op events wordt je verwacht. Als we later ons eigen materiaal hebben om te verkopen, dat je dan ook aanwezig gaat zijn op de events. Eigenschappen: kennis in de mediawereld, thuis in Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Tumblr enzovoort. Een eigen PC hebben, rijbewijs B hebben, niet verlegen zijn. Ah ja, als je bijvoorbeeld achter de shop staat, dat je niet verlegen moet zijn om iets te verkopen. Is deze vacature voor jou? Mail dan zo snel mogelijk naar info@cyclotv.be of PM'en. Wat bedoel ik met PM'en? Ga dan naar mijn Discord server, de link staat in de beschrijving. En dan klik dan op Cycle TV en stuur mij dan een PM'tje toe. Dan komt alles wel in orde.
Dus ik heb juist ook een PM'tje teruggestuurd naar Boef. Wat wil je doen in de Psycho TV-wereld? Wat ik kan. Oh. Dan moet dat eens besproken worden hier bij mijn thuis. Dus bij deze. Ik ga jullie nu laten. Ik ga nu even alle bestanden wat nu al op mijn gsm staat wereld eraf gooien. Dat gaat niet. Want mijn kabel ligt nog in een auto. Doe me toch. Of jawel, dat gaat wel. En daar vliegen jullie weer van mijn houderken af. Zonder dat ik het door had. Hoe kan dat nu toch? Strange, strange, strange. Oké, ik ga nog één keer jullie in de houderke plaatsen. Hupsatree. Voilà. Ik ga jullie ook nog eens één ding iets zeggen van... ik ga ook nog een onride maken van hieruit naar mijn moeke. Dan weten jullie dat. En ik zie telkens een keer dat mijn gsm eronder uit wilt klikken. Nu niet. Oké, bij deze dus. Ik ga daarom dat ik ook alle bestanden nu al op de computer wil gooien. Bij deze. Ik zie jullie later. Yo. Zo, de bestanden staan op de computer. Ik ga nu mijn jas aandoen. En dan jullie meenemen naar mijn moeke toe. Yay! Dus jas aan, mijn portefeuille niet vergeten, omwille van dat doe ik mijn rijbewijs in. Dat is voor later. En nu ga ik nog wel iets drinken en dan ga ik vertrekken. Allee, jullie kunnen al raden wat ik ga drinken. Jawel, melk voor elk. Zeg, ergens nu nog een andere vraagje. Kennen jullie dit hier nog, deze programma? Big Brother. Die heeft mij daar niet voor inschreven, hè, iemand. Want ik weet dat de inschrijvingen in de open staan. Deer het niet, hè. Ik ga jullie weer een mooie timeslapje geven. Zodat ik, dat ik heb opgeruimd met de auto. Man, man, man. Mijn vlog wordt vandaag redelijk lang. Mijn mondmaskers, die steken in de auto. Als ik daar eentje van nodig heb, pak ik daaruit. Nee, dat kijk niet. Ik heb al gekeken in mijn brilpas. Oeh, lalala, kijk eens wat wolken, man. Jezus, zo donker. Brrr. Allee, ik zou zeggen... Oh, dat is toch wel zalig, hè? Zo'n opgeruimde boeleke. Oh, oh. Ik had nooit verwacht dat dat zo proper nog terug eruit kon gaan zien. Ik dacht dat het dan het onweer was. Maar dat kan hoor. Allee, ik zal zeggen, geniet van de timeslap. I could wait for you forever, through the storms and any weather.
my baby. Tough drops and raindrops. Motion got me all faded. My heart got me going all crazy. And I won't be walking away, yeah. I'm a fool, yeah, I gone love blind. And ooh, yeah, got my heart out. And it's covered in gold, like moonlight over Hollywood. And it's cool, yeah, cause you know it's good, oh baby. Aankomen op mijn appartementje en kijk eens wie het er ook bij is. Want ze wou al heel vroeg al in beeld komen, zag ik. Ja, ik wou een knuffel van mijn schatje. Dat is heel lief. En hoe is uw dag geweest, schat? Ik ben moe. Ik kan er nu niet te goed op antwoorden, maar wel goed voor de rest. Dat kan ik wel zeggen. En wat gaan we doen? Naar? Naar familie kijken. Ja. Ik dacht dat ze een kusje op mijn oren ging. Nee. Ja, mensen, we kunnen soms ook eens zot doen. Bij deze. Ik hoop dat jullie ook van de timeslap hebben genoten. Die van hier toe naar Moeke toe. Oei, dat zijn ook weer al nieuwkomers. Want ik ga eens even... voor degene al het Discord-namen zelf noemen. Ik bedank de medehelpers Dragon Master. Dan ook nog Bea Love Dimitri. BNT. Tamara. Mano. BNT. Oké, en nu de super fans. Boef! En dan hebben we nog Lars. Platvis. En Steen. Daarna hebben we nog de gewone Psychofans. Kiefer. Torpedo John. Puttermew. Keo. 83 NL. Loris. En dan hebben we nog de gewone leden. Kung Fu. Urkas. Tommy. Dimitrios Bas Heros. Dr. Heusden. Munian. Pol 8 jaar Pokémon Go. Sheepy. En Jarek Adeslam. En ook een repelsteeltje. Bij deze. Heel hartelijk welkom op de Discord-server. Hier moet ik dat doen. Ja, voilà. En hier zit ook nog een Jo, maar die is hier blijkbaar niet meer erop. Huh? Heb je hier ergens een Jo gezien? Ja, hier. En ook nog Jo den Hater. Oké, wat een nickname. Dat kan hij niks doen. Misschien is dat een achternaam. Ja. Bij deze, ook de vlog is tijdig online gekomen, zie ik. Over Psycho TV, wat gesproken. Ik ben nu ook wel eens benieuwd als er al reacties zijn. Maar die reacties worden pas maandag beantwoord. Ik ben gewoon benieuwd als er al reacties zijn. Gij, schat? Ik weet het niet. Ik ben moe. 9 weergaves. Het is nu 20:02. Oei, familie. Eén reactie. Van Lucas. Slechte vlog van een slechte YouTuber. Die ga ik nog sowieso nog beantwoorden. Dat heeft mij totaal geen nut om zo haatreacties te posten. Dus stop er maar mee. Jullie raken mij niet. Bij deze vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren en ziet ze het lachje. En vergeet niet om het welke te drukken. En het is nog altijd het lachje. Dan blijven jullie op de hoogte. Wanneer dat er een nieuwe video online komt, ziet ze het lachje. En nu is ze mee aan het plagen, hè. Stop het! Dank je. Ik zie jullie... Het is toch geen 10 uur? Nee, dat is toch geen 10 uur.
Dus ik zie jullie allemaal morgen terug in een gloednieuwe vlog. Goed gezegd. En wat zeg jij altijd? Doodles.